Hoi, ik ben Jurgen en er zijn weer nieuwe toestellen aangekondigd in de Samsung Galaxy A-serie, waaronder de Samsung Galaxy A34 en de Samsung Galaxy A54. Het zijn dus opvolgers in deze serie en het zijn altijd interessante toestellen, want ze zijn vaak veel betaalbaarder, maar hebben nog steeds heel erg veel te bieden en ook heel vaak een specificatie die we normaal alleen verwachten bij veel duurdere toestellen. Laten we dan beginnen bij het design van deze twee toestellen. En als we naar de achterkant kijken, dan zien we daar vrij weinig verschil. En hebben ze qua design wel iets weg van de nieuwe Samsung Galaxy S23 serie. Want er zit namelijk geen camerablok meer achterop. In plaats daarvan zijn de camera's gewoon losverwerkt op de achterkant. En ik vind dat er persoonlijk wel heel erg vet uitzien. Geeft gewoon een heel erg strak en clean uiterlijk. Wat ook veranderd is, is het materiaal wat gebruikt is op de achterkant. Bij de A34 zien we nog steeds dat de achterkant gemaakt is van plastic, zoals Samsung dat zelf noemt. Dat is een combinatie van plastic en glas. Maar bij de A54 zien we nu dat de achterkant ook gewoon van glas is gemaakt. En waarschijnlijk hebben ze daarom ervoor gekozen om de A54 een meer glanzende afwerking te geven. Zodat je kan zien dat het om glas gaat. En bij de A34 de matte afwerking. Al moet ik zeggen, als ik op design moet kiezen, vind ik dat mat zelf toch wel net een stukje mooier. Natuurlijk kan je ook kiezen tussen verschillende hippe kleurtjes bij deze toestellen. De A34 kan je namelijk krijgen in het zilver, zwart, groen of paars. En de A54 kan je krijgen in het wit, zwart, groen of paars. Als we dan kijken naar de voorkant van de telefoon, zien we daar ook nog een aantal verschillen, waaronder het formaat. De A34 beschikt namelijk over een 6,6 inch display met een waterdruppel inkeping aan de bovenkant voor de selfiecamera. En de A54 beschikt over een 6,4 inch display, dus een klein stukje kleiner. En die heeft een camera gehad voor de selfiecamera. En dat vind ik er toch persoonlijk wel echt wat beter uitzien. Ziet gewoon wat moderner uit en het leidt ook wat minder af. Plus je houdt toch wat meer van je scherm over. Die schermen zijn trouwens ook hartstikke mooi. De kleuren komen gewoon goed naar voren. En er zijn ook wat upgrades uitgevoerd. Zo beschikken ze nu over 120 Hz refresh rate. Dat betekent eigenlijk dat alle bewegingen op je scherm gewoon een stukje sneller en vloeiender aanvoelen. Er zit wel een klein verschil in. Bij de A34 kan je alleen maar kiezen tussen de standaard 60 of de 120 Hz. Maar bij de A54 kan je kiezen tussen die standaard 60 Hz of aanpasbaar. En dan past hij dus zelf naar de situatie aan wat het beste is. En dat bespaart vaak een beetje van je batterij. Ook de helderheid van de scherm is aangepast, of in ieder geval de maximale helderheid. En dat zorgt ervoor dat je gewoon altijd goed je telefoon kan zien, ook als het buiten is, als de zon wat feller schijnt. En dan beschikken beide toestellen ook nog over een IP67 rating. Dat houdt in dat de toestellen allebei stofdicht zijn en dat ze waterbestendig zijn tot 1 meter diep voor maximaal 30 minuten. Dat betekent in de praktijk natuurlijk vooral dat je wat minder snel je zorgen hoeft te gaan maken als het ineens kaart gaat regenen of als je telefoon heel eventjes in het water is gevallen. Dan gaan we verder met de camera's die op deze toestellen zitten. Als we kijken naar de A34 vinden we daar een 48 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel ultrawide, 5 megapixel macro op de achterkant en dan nog een 13 megapixel selfiecamera. Als we dan kijken naar de A54 zien we een 50 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel ultrawide, 5 megapixel macro op de achterkant en nog een 32 megapixel selfiecamera. Ze hebben dus allebei een redelijk complete setup, maar de A54 dus net een stapje beter. Hoofdcamera natuurlijk voor de beste kwaliteitsfoto's, ultrawide voor dat extra perspectief. Die macro stelt niet zo heel veel voor, maar vooral leuk als je ervan houdt om echt de close-ups te kunnen maken. Wat ook heel erg leuk is, is de samenwerking met Snapchat. Je kunt namelijk nu de filters gebruiken in je standaard camera app, zodat je de hoogste kwaliteit foto's kunt blijven maken. Dan zijn er natuurlijk ook nog een aantal andere specificaties die wel belangrijk zijn. Met name wat er allemaal in de toestellen zit. De A34 draait namelijk op een MediaTek Dimensity 900 processor. En de A54 op de Samsung Exynos 1380 processor. Beide toestellen zijn verkrijgbaar met 6 of 8 GB RAM en 128 of 256 GB opslag. En beschikken beide over een 5000 mAh batterij met 25 watt fast charging. Let wel op, in het doosje zelf zit er helaas geen oplaadblokje bij. Dus als je nog niet de juiste hebt, zul je die er nog los bij moeten aanschaffen.
Beide toestellen zijn gewoon heel erg interessant vanwege de aantrekkelijke betaalbare prijs die ze hebben en alle specificaties die ze dan toch te bieden hebben, zoals een redelijk goede en complete camera setup, hartstikke mooie schermen dus met die hogere refresh rate en de hogere helderheid. En in het geval van de A54 heeft hij natuurlijk net wat stapjes extra. Hij is net iets krachtiger, hij heeft wel een iets kleiner scherm, maar wel met een cameragat wat er toch wel wat moderner uitziet. En vooral, hij is helemaal van glas gemaakt, dus hij is net wat steviger. Dat was het dan weer voor deze video. Heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal, zodat je niks mist van al onze nieuwe video's. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer. Doei!